John Kamphuis, ik had deze wel van tevoren gedacht. Rijnvogels, dat wordt een lastig potje. En dan was het misschien een tijdje, maar toch weer met vlag en wimpel geslaagd. 5-1, dat moet je vrolijk stemmen, denk ik. Ja, absoluut. Kijk, het is wat je zegt. Wij waren hier echt van doordrongen dat dit een hele moeilijke wedstrijd ging worden. Ze pakken echt goede resultaten de laatste weken. En veel scorend vermogen, ze maken veel goals. Ja. Dus wij wisten, wij moeten vandaag echt goed zijn om van deze ploeg te gaan winnen. Ja. En dat is ook in die wedstrijd wel gebleken. We kwamen met een goede goal 1-0 voor, maar die wedstrijd die was echt... We moesten echt volle bak spelen, wilden we bovenliggend zijn. Ja. En dat hebben we gewoon goed gedaan. Ja, pas eigenlijk na de 2-0 hè, dat het wat comfortabeler werd. Nog zijn balletje op de paal daar voor de 2-0. Maar ja, verder daarna kwam het allemaal goed. Ja, dat klopt. Alleen zij hebben toch wel een paar kansen gehad. Ook nog een kopbal. En, dus ze zijn ook wel doorgegaan. Alleen wij kregen natuurlijk veel meer ruimte. Waardoor we in de omschakeling nog tot een aantal goals zijn gekomen. En dat hebben wij dan uiteindelijk heel goed gedaan. En we hebben tot aan het einde toe zijn we blijven strijden, energie erin blijven stoppen om uiteindelijk tot dit resultaat te komen. Want deze resultaten komen niet vanzelf. Daar moet je als team heel veel voor investeren. Ja. En dat kunnen we gelukkig goed opbrengen. Ja, nou, laatste weken doen we dat al. Aankomende week mogen we naar Urk. Dat is ook echt zo'n potje waar je... eigenlijk dit ook weer moet leveren om resultaten te pakken. Kijk, dat weet je. Uit naar Urk, dat is, dan moet je echt met z'n allen weer op het veld staan en met z'n allen één doel hebben om tot een resultaat te komen. Anders ga je bij Urk er gewoon af. Zo simpel is het. Die spelen ook altijd met het hart. En we hebben het hier thuis ook gezien. Je kan goed tegen ze spelen. Alleen zij loeren ook op die omschakeling. En daar kregen we de 1-0 door tegen. Dat zal het volgende week weer zijn, denk ik. Ja. Maar goed, ze zullen ook anders naar DVS kijken dan een paar weken geleden. Dat is dan weer in ons voordeel. Het vertrouwen groeit. Uiteraard. Kijk, die jongens die hebben enorm zelfvertrouwen op het moment. Alleen wij moeten zorgen dat dat niet om gaat slaan in hautain gedrag. En je moet gewoon je arbeid blijven leveren. Want daar gaat het echt elke week weer mee beginnen. Ja. Hey, nog 6 wedstrijden. Het schuift een beetje in elkaar. Het blijft spannend, denk ik, de komende weken. Ja, wij zullen resultaten moeten blijven halen. Want kijk, we winnen een aantal keer, maar op de stand zijn we nog niet heel veel opgeschoten. Nee. Dus dit gaat tot aan de laatste week spannend blijven. Ja. Iedereen wint van iedereen. Ja. En daar zullen wij dat ook moeten blijven doen. Nou, mooi om daar volgende week mee verder te gaan. Dankjewel voor vandaag. Geniet van de overwinning en tot volgende week. Graag gedaan, tot volgende week.